De broers Patrick en Milan van der Meulen uit Leeuwarden zijn net weer terug van hun reis naar Miami, Florida. Ze volgden daar een training om toe te treden tot het Climate Reality Leadership Corps. Tijdens 3 dagen intensieve training kregen ze les van niemand minder dan Al Gore. De oud-vicepresident van Amerika heeft inmiddels ruim 7000 van deze leaders uit 126 landen opgeleid. Met het Climate Reality project wil hij de wereld bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering. De Climate Reality leaders mogen deze boodschap helpen verkondigen. Climate Reality leaders, zeg ik het goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Dat is inderdaad de titel die wij nu mogen gaan dragen. En dat wordt gesymboliseerd door dat groene rondje. Heeft dat nog een symbool? Ja, daarmee laat je zien aan de buitenwereld dat je bij het Climate Reality Project hoort. En dat je dus ook actief bent met de wereld van klimaatverandering. En dat is zeg maar het symbool wat ze daarvoor bedacht hebben. Klimaatverandering, daar draaide het allemaal bij jullie om. Jullie zijn net terug uit Amerika. Vertel nog even in het kort waarom jullie daar waren. Ja, het is eigenlijk in 2006 begonnen. Toen kwam Al Gore met zijn documentaire The Inconvenient Truth. Ik denk dat heel veel mensen die ook wel kennen nog. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk voor de eerste keer de aankondiging maakte van de klimaatcrisis. En wat voor gevolgen dat kan hebben. En naar aanleiding daarvan is hij nu ook training gaan geven. Zodat mensen met hem gaan verzamelen om samen op die frontlinie te gaan staan. En mensen bewust te maken van klimaatverandering. Die training, waar bestond die precies uit? Nou, we hebben echt een hele uitgebreide versie gekregen van die documentaire eigenlijk. Waarin hij nog meer informatie gaf. Maar het verschil met toen en nu is dat hij ook veel meer kan vertellen over de duurzame ontwikkelingen die er al zijn. Veel meer mensen maken gebruik van zonne-energie. We hebben natuurlijk allemaal windmolens in Nederland bijvoorbeeld. Dus daarin heeft hij ook heel veel aandacht aan besteed. En daarnaast natuurlijk krijg je de communicatietechnieken van hoe kun je nou mensen het beste bewust maken van klimaatverandering. Ja. Klimaatverandering, hoe we het wenden of keren, we zullen eraan moeten geloven, maar het gaat allemaal wel verrekte moeizaam volgens mij. Ja, in sommige delen van de wereld gaat het wat sneller dan hier in Nederland. Natuurlijk doen we hier ook heel veel goede dingen. Nogmaals wat Milo ook zegt, windenergie is hier veel aanwezig, zonne-energie groeit. Maar als we echt stappen willen maken en die zullen we ook moeten maken, dan moet er nog veel meer gebeuren. En dat komt vanuit de consumenten, de bedrijven en ook uit de overheid. En er moet nog veel gebeuren. Jullie waren in Amerika, nou ook niet echt het schoolvoorbeeld van klimaatveranderingen. Toen jullie volgens mij in Amerika waren, Obama nog weer eventjes wat olie op het vuur, om het zo maar even te zeggen, van het zal toch moeten veranderen. Maar we hebben verdragen, Kyoto. Wat is jullie oplossing? Daar zou ik nou heel erg, ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, het zit altijd in 2 onderdelen. Dat geldt ook in Amerika, daar is dat zeker een onderdeel. Het begint eerst met bewustwording. Mensen moeten het gevoel krijgen, ja, het speelt echt en er moet wat gebeuren. En dat is één, dat is een hele lastige. Daar hebben we gelukkig in Nederland, iedereen in Nederland heeft wel een beetje een onderbuikgevoel van, ja, het zit er niet helemaal lekker, er moet wat mee gebeuren. Dus dat is één. Daar zullen we nog meer bij gaan dragen door ook presentaties te geven. We kunnen dezelfde presentatie als Al Gore geven inmiddels. Dus dat zullen we doen. Ja, en we zullen ook heel erg gaan laten zien wat er allemaal mogelijk is. En dat dat ook heel erg interessant is. Los van het milieu, maar dat ook bijvoorbeeld economisch en werkgelegenheid heel erg interessant is om met zonne-energie bezig te gaan of windenergie. This is a bigger challenge than we've ever faced. We being humanity. And it sounds grandiose to put it that way, but that's where we are. The only way it's really going to be solved is if at the grassroots level, neighbors talk to neighbors and friends talk to friends, and the facts, which are complicated, but not impossible to communicate by any means, if they're shared and widely understood and people say, yes, we have got to do this. Zoals wij ooit geïnspireerd zijn, kunnen andere mensen dat ook worden. En wat je ziet in Nederland, we weten eigenlijk wel dat het er is, de klimaatverandering, maar we merken er ook heel weinig van. In de armste werelddelen die hebben er het meeste last van. Maar we hebben ook gezien dat Nederland er heus wel in de toekomst veel meer last van gaat krijgen. Oh ja, en tegelijk, het komt steeds dichterbij. Hè. Ja. De afgelopen zomer een enorme superstorm ook in Nederland gehad, hè. De zomerstormen. Kijk naar het nieuws, Frankrijk, Zuid-Frankrijk, weer heel veel overstromingen. Ja, dat komt niet zomaar ergens vandaan. Daar zit een reden achter. En als je de presentatie van ons volgt, dan zul jij wel zien waar dat vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan.